mond voorbij praten. Flappen. Wat gebeurt er? Nou, we kunnen met jouw advocaat, kan dan met onze advocaat praten. Ik heb Abraham Moscovici als advocaat. Ja, en ik heb Junior. Ja, die heb ik ook hoor. Ja, dus dan gaat het goed. Kijk eens, ik plak het hier op. Je bent nu lid van ons complot. Alsjeblieft. Mijn lips are sealed. Repetitie, repetitie, hallo. Wat zei je? Nee. Nee, hè? Nee. Heb je ook zo'n ding moeten tekenen? Hey, kom je me helpen? Hij valt, hij valt! Ja. Hij kan toveren. Ik weet het zeker. Tadaa! Het is natuurlijk veel bedrijfsspionage, hè? Tuurlijk, ik heb in Schiller zaten een keer een stel hering. Ik denk, ze komen zo bekend voor en ik weet gewoon zeker dat het mensen waren van Copperfield. Oh ja? Ja, absoluut. Die vuile hond. 1-2, testing, 1-2, Stevie Nicks, sit on my face, 1-2-2-2. Ja, dat is de manier om samen te checken. Jongens, zit een beetje veel galm in hoor. Wil je graag, hè? Nee, maar hij kan goed genoeg zingen. Hij staat nu in een conserveblik. Let vooral even op het publiek wat daar zit, weet je, dat is een gevaarlijke hoek. Auw! We always practice this. Ja. Oké, dat is een wrap. Eten! Goed, mijn wenkbrauwen zijn ook weer bij geëpileerd. Ja, hij moet goed eten. Hij wordt onthoofd, hij wordt in het vuur gestoken, er wordt zwaar door hem heen geprikt. Mayonaise bij bloemkool. Nou, smakelijk. Ik let met je nog één keer. Geen stukjes maken. Okay. Ja. Let goed op, hè? Ja, let goed op. Die snippers doe je dus bij elkaar. Ja, die zo. Ja, die. Zo, ja. Beetje netjes. Doe een goede kant naar voren, anders past het straks niet. Ja. Ja, oké. Okay. Het was alleen even blazen. Goed zo. Begrijp je het nou? Nee. Zo, een beetje bucht erbij. Bent u nerveus? Nou ja, wel. Ja. Ik voel nu wel. Ik heb nu nog anderhalf uur. Dus ik moet. Ja, nog anderhalf uur. Ik moet het ook wel waarmaken. In zo'n avond, het is toch een. Ja, een soort veldslag. Een bühne vind ik is een toneel is een veldslag. Je hebt mensen een kaartje gekocht, die verwachten iets. En jij moet dat waarmaken. Wat is nou de ergste keer wat mis is? De ergste mis, hè? Ik deed een snabbel. Dat was een heel groot, waar je dus meubelen kan kopen. Zo'n meubelboulevardachtig gebouw. En dat gebouw. Ik was heel gelukkig dat u daar stond. Ja, ik was erg blij. En het was een enorm gebouw met allemaal etages. En die etages konden allemaal op een plein neerkijken. Net als je bijvoorbeeld een grote winkel, in winkelcentrums heb je dat ook. Hè? Dan kijk je zo naar beneden, heb je het plein. Ja. Op het plein was dan dat optreden. Er was een podium gebouwd en traden een paar artiesten op.
En ik zou opkomen, hadden ze bedacht, in een glazen lift. Er was een enorme mooie glazen lift. En dan zou ik van bovenin staan. Dus we stonden ook boven iemand klaar dat niemand in die lift zou gaan. Ik sta klaar en mensen, nou, muziek begint. Dus het werd helemaal donker. Al die mensen op al die etages, op al die kijken. Allemaal kijken naar beneden, naar dat enorme podium. En dan ging die spot aan op die lift. En die deuren gingen open. Dus ik stap zo binnen. Begint mijn entree muziek, heel bombastisch. Ik voelde me echt een soort van chair die naar beneden daalt. Zo heel erg Las Vegas. En ik doe ook zo mijn handen tegen dat glas van die lift en die koker die zakt zo. En ze hadden dus mensen boven en onder gezet. Maar ze waren vergeten om ook mensen op de tussenliggende verdiepingen op 2 en 3. Dus ik sta zo heel stoer en ineens ping, stopt die lift. En ik kijk zo naar achteren en die lift gaat open, komt er een vrouw. Oud vrouwtje in een rolstoel. Run, run, run. Die zou naar binnen. En ik moest echt, want het was een klein lipje opzij zo. In mijn cape. Goedenavond. Welkom bij de voorstelling van 's werelds beste illusionist. Mag ik even kijken? Ja, dank u wel. Hij verzoekt mij in te spreken. Hij zit vast weer achter een van de panel. Hallo, meneer D'Ancona. U spreekt met de persoonlijke assistent van meneer Klok. Milan de La Haye is de naam. Ik dacht dat u een interview met onze blonde Nederlandse tover Adonis wilde. Maar u bent niet thuis, dat is jammer voor u. Belt u ons nog maar even terug. Zo, hoe gaat het hier? Zijn we er klaar voor? Ja, moet ik met jou weer zitten? Nee, kom even kijken of jullie er allemaal beeldig uitzien. Jongens, 30 minuten voor showtime. Ja. Meneer Klok, ja, u heeft nog een meisje nodig, hè? Oh, I'm sorry. Dat kan. Een meisje nodig voor de tweede helft, ja, hè? Ja. Hoe moest ze eruit zien? Lange haar. Hoe oud? Ja, het liefst jong. 6, 7, 8. Ik zie geen meisjes van onder de 65. Ik ben niet onbevoegd! Jongens, Ja, je moet je goed voorbereiden, hè? Ja, ik ga nu de laatste... Het kan een beetje warm te worden ook. Ja, hij heeft altijd een beetje nerveus. Dus met de ponslag. Ja, is lichtelijk verhoogd. Ja, ik ga de deur sluiten. Hoi, hoi. Kom maar. Ik heb er één. Oh, heb je al kinderen? Nee. Wel gehad? Ja. Snoepje voor je ex. Zo. Marieke. Hoe heet jij? Rutger. Genaline. Genaline. Hij heeft de mulo niet afgemaakt. Nanda. Nanda. Nanda op links. Hey, ben je voor jezelf begonnen? Ja, dat kan toch niet. Ik sta hier toch voor jou. Je staat een beetje voor. Je bent nog niet klaar. Nou, we moeten echt gaan hoor. Oké, ja, wij gaan ook. Doei. Oh, ik zit beneden in de brasserie aan de bar. Als je zin en tijd hebt, kom dan even lang voor een knuffel. Het liefst zonder cameraploeg, want zoals je weet ben ik allergisch voor aandacht. Mocht ik je niet meer zien, de show was werkelijk fantastisch. En ik bel je nog liefst Carmen. Oké, we gaan naar Carmen. Waar is ze? Een knuffel wou je van hem, heb ik gelezen. Wat een lief briefje. Hij spreekt het van me af. Hoi, leuk. Het was een leuke avond. Er waren veel vrouwen, vrouwelijke fans. Had ik een leuk meisje uitgezocht? Ja, super. Echt waar. Je mag echt blijven. Dat op zich.
En de Europese Tour, wanneer begint die? 15 juni beginnen we in München. Nou, dan gaan we proosten. Okay. En die guillotine scène, ik weet nu hoe het zit, hè? Maar ja, ik heb getekend, hè, de guillotine scène. Ja, dat is... Op het moment dat het mes naar beneden komt, dan ligt hij daar wel met zijn hoofd, meneer Klok, maar dan... Oh, meneer Klok, nee.